Als dit de eerste keer is dat je op dit kanaal bent, hoi, ik ben Christel en dit is Bamisol. Mijn broer is bezig met verbouwing, dus ik heb niet heel erg veel tijd om te filmen. Ik heb ook niet de ruimte om te filmen, dus... Zoals ik al zei, deze week geen videootje, omdat natuurlijk de broer aan het verbouwen is. Dus ik dacht een vlog, of nou ja, een vlog, het is niet echt een vlog, het is meer... Ik probeer het een beetje mooi te houden, een beetje interessant. Ik ben zelf niet zo heel erg van het vlogs bekijken, dus op een paar mensen... Nou, ik weet dat vorige week's videootje was echt heel pittig. Ik heb op een paar mensen een privébericht gehad over dat ze het heel erg zwaar vonden. That's good. Iedereen zegt altijd van yoga, ja, daar kan je niet van afvallen. En yoga is niet echt een sport. En iedereen denkt altijd dat het vrij zweverig is. Ik probeer dat dus altijd zo minim mogelijk te houden. Ik hoop dat het lukt in mijn video's. En ik hoop dat ik die vibe ook een beetje overbreng. Dat het natuurlijk niet heel erg is. Ik vind het heel erg raar overigens om in het Nederlands te praten. Want ik praat natuurlijk nooit in het Nederlands. Ik heb een Engels kanaal wat Christel Joelle is. En daar heb ik echt maanden niet in geüpload. Omdat ik echt heel erg bezig ben met Bamisol. En ik echt mijn best doe om hier zo... toch een community van te maken. Ik moet echt tot nu toe moet ik wel echt toegeven dat ik de community hier zo en op Instagram onder de yoga wereld zo leuk vind. Ik heb echt heel veel contact met andere mensen en ik heb interacties en de engagement is veel hoger dan op mijn privé account waar ik eigenlijk voornamelijk fotografie deelde. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind dit zo'n leuke community. Op het feit nadat mijn hond natuurlijk hartstikke cute is, maar hij is gewoon aan het groeien. Wauw! Als de kwaliteit echt heel slecht is, weet dan dat het komt omdat ik van camera veranderd ben. Mijn andere camera is leeg en ik ben echt te lui om eventjes naar huis te rijden om de batterijen te halen of om de lader te halen. Dus ja... We doen het eventjes met deze. De kwaliteit is er echt bagger van. Dit is de voorcamera van mijn mobiel. En ik, daarnet heb ik een heel stuk zitten filmen. En toen zag je de hele tijd, ik heb hier zo'n pluk. Dit is echt heel irritant. Waarom ik yoga dus ben geworden. Wat velen van jullie waarschijnlijk niet weten, is dat ik 13 jaar in Frankrijk gewoond heb. Ja, en in die periode is er dus zo ontzettend veel gebeurd. Nee, ik ben dus na mijn HAVO ben ik in een depressie beland. En ik ga heel eerlijk zijn, ik ben er niet voor behandeld. Ik ben niet naar een huisarts gegaan. Ik ben niet door een psycholoog erdoor behandeld. Het heeft wel gevolgen gehad voor de toekomst overigens. Ik ben toen een yogaopleiding gaan volgen. Want ik werkte bij een baan. En het ging gewoon echt heel erg slecht allemaal. Toen ben ik een yogaopleiding gaan volgen. Meer zo van, ja, ik weet niet of dit het is. Maar ja, weet je, ik wil wat. En dit is iets waar ik toch nog steeds gepassioneerd voor ben. Ik doe het nog steeds. Wat ga je zo ook al bijna leven van mijn mobiel? Het gaat echt soepel hier. Nou, het een beetje als een soort poging om mezelf, nou ja, om iets te doen, ben ik yoga gaan doen. Ben ik de yogaopleiding gaan doen. Toen ben ik gestart met power yoga. En dat heeft me zo echt zo goed geholpen. Ik had iedere week een opleidingsdag en ik ben daardoor eigenlijk uit mijn depressie beland. En dat ging allemaal hartstikke goed. Toen kreeg ik, dus ik heb mijn power yoga afgerond. Ik heb toen mijn vinyasa afgerond. En toen ben ik overgegaan naar fysiek begeleiden. Dat heb ik ook afgerond. En ik moet nog eentje, dat is de ashtanga. Maar ja, toen de groep beviel me niet. Sorry,
En ik zat echt aan het randje van een burn-out. Nou, het is maar goed dat ik toegestopt ben ook met de opleiding voor, nou ja, solar. Want je kan zeg maar de opleiding een beetje in je eigen tempo volgen. Toen heb ik eigenlijk een soort van tussenjaar genomen van de opleiding. En op werk ging het steeds slechter. Ik werd duizelig, ik werd misselijk. En echt dat ik alles om me heen zag draaien. Het was zo trippy. Ik werd weer iedere maand verkouden. Dat had ik ook tijdens mijn depressie. En toen dacht ik, hier gaat iets toch echt niet goed. En toen ben ik naar de huisarts gegaan. Dus ja, als mijn Nederlands niet helemaal klopt, dan weet je waardoor het komt, Frans achtergrond. Toen dachten we dat ik eerst iets van Pfizer had. Of Pfizer? 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 Met die vaccinatie weet ik het even niet meer. Nee, in ieder geval, dat had ik allemaal niet. En het ging eigenlijk allemaal hartstikke goed. En ik had genoeg vitamines en mineralen ging ook allemaal hartstikke goed. Dus nou ja, dat was het niet. En toen zei hij, heb je er misschien wel eens over nagedacht dat het een burn-out kan zijn? En toen ben ik een heel traject ingegaan. Ik ben dus bijna helemaal uit de burn-out en het gaat ook echt heel stuk beter met me. Maar ja, hier en daar merk ik nog wel dat er gewoon best wel wat dingen nog zitten die in de weg zitten. Ik heb het mezelf heel lang kwalijk genomen, omdat ik dacht, ja weet je, ik werk niet fulltime. Ik heb best een goed leven en ik heb niks eigenlijk echt om te klagen. Maar de burn-out is meer ontstaan door alles wat er in de afgelopen 7 jaar gebeurd is in mijn privéleven. Daar wil ik niet verder op ingaan overigens. Burn-out hoeft niet altijd werkgerelateerd te zijn. Het kan ook privé gerelateerd zijn. Dus nou ja, toen ben ik yogalessen gaan geven, dus ik geef nu ongeveer al 2,5 jaar, bijna 3 jaar yogalessen. En yoga heeft me zo erg geholpen en ik hoop dat het jullie ook helpt. Als je meer wil weten over de burn-out of over de progressie, hoe die periode gegaan is, of je hebt gewoon vragen, dan mag je ze altijd beneden stellen. En ja, ik heb een bestelling bij Fabletics gedaan, dus ik weet niet of jullie dat interessant vinden, maar Fabletics is echt de plek waar ik al mijn sportkleding vandaan haal. Dit is overigens niet sponsord, want ja, hey, ik heb heel weinig volgers. Als je zulke video's ook leuk vindt, hè, laat het me even weten, want dan maak ik misschien nog wel vaker video's zoals dit. Ik ben niet zozeer van het vloggen, dus ik probeer het gewoon mooi te houden voor iedereen en interessant. En dat, dus dat. Wee! Nou, ik ga het hier echt bij laten. Nou, ik hoop dat jullie dit een leuk videootje vonden. Als jullie meer van dit soort video's willen zien, geef het een thumbs up. Schrijf beneden als je nog vragen hebt of als je gewoon een opmerking wil plaatsen. I don't know. Je helpt me er heel erg mee, hè. Met het algoritme en zo. Help me grow. Ik heb zulke grote plannen voor Bamisol, hè. Dan wil ik gewoon lekker yoga op het strand geven. Yoga in de bossen. En oh, zoveel leuke plannen heb ik voor Bamisol. Dus ja, helemaal groeien, zodat die plannen ook allemaal waar kunnen worden. En dan hoop ik jullie volgende week toch echt wel weer te zien voor een yogales. Heel veel liefs, heel veel kusjes. Doei! I am healthy, I am wealthy, I am rich, I am that bitch. Peace.